our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Is van mijn pleegbroer geweest. IJsmuts. Het is ook van de ijsbaan, hè. Hij is daar, geen bewaker, maar hoe noem je dat? Meer oppasser. We hadden toen een pracht van een mooie grote ijsbaan en die stond dan voor Albert Heijn op het veld, laat maar zeggen. Op het plein, was het plein. Toch weet ik veel. In ieder geval, hij stond daar altijd. En dat was een hele mooie, er was een kantine bij. Ook mensen konden daar allemaal bakje koffie even lekker gaan zitten en gaan kijken voor de ramen, weet je. Dag schat. Hoi. Hoi. Ik moet de in de groene bak gooien. Moet dat? Zit een nieuwe stekje in? Gaat dood, joh. Gaat die dood? Ja, maar er zit een nieuwe stekje in, die zit groen. Ah, joh, die gaan ook dood. Gaat die ook dood? Ja, wel ja. Hoe is het verder? Gewoon. Gewoon? Ja hoor. Ja? Is het koud buiten? Nee hoor. Nee? Ik ga mijn bikini aan. Oh, ga jij je bikini aan doen? Ja. Nou ja, je gaat je gang maar, schat. Wel laten zien, hè? Dat wil je niet zien. Wel laten zien, hè? Nee. Nee? Oh, mag dat niet. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En jullie zien het wel aan me. Ja. Ben je lang niet in orde? Knallende hoofdpijn. Het is ietsje gezakt, maar niet noemenswaardig. Misselijke beroerte van. En ook last van mijn rug. Ja, komt denk ik beter door het weer, hoor. Want de ene keer is het klote weer. Dan hebben we regen. Nu hebben we dan die achterlijke vorst met de temperaturen ver beneden, onder nul qua gevoel dan, qua wind. Die zegt nou het is 1 graden. Temperaturen stijgen, staat daar, dus ja, dat weet je nog niks. Ik ga hier op mijn telefoon even koekeloeren. Even die verversen, hè meisje, ja, grote meid, hè, ja. Nou, draai het wieletje maar rond. En dan blijft hij gaan, hè. Overnieuw. Hij blijft me draaien. Oftewel aan het laden. Het zonnetje schijnt, ja, inderdaad. Die is al aanwezig. Ja, 1 graden en het voelt als min 5. Dus ja, een roetje koud. Ja, nou, ik ben ook aan het zoeken geweest bovenin de kast. Ik wist dat ik hem nog had. Hij is van mijn pleegbroer geweest. IJsmuts. Het is ook van de ijsbaan, hè. Hij is daar, geen bewaker, maar hoe noem je dat? Meer oppasser. We hadden toen een pracht van een mooie grote ijsbaan en die stond dan voor Albert Heijn op het veld, laat maar zeggen. Op het plein, het was een plein. Toch weet ik veel. In ieder geval, hij stond daar altijd. En dat was een hele mooie, er was een kantine bij. Ook mensen konden daar allemaal bakje koffie even lekker gaan zitten en gaan kijken voor de ramen, weet je. Maar je hebt nou zo'n achterlijk ding, er schaart zeker maar rondjes. Je kan geen pirouetjes volgens mij maken daar al in. Je kan er niet zitten om een bak koffie, niks. Nee, er is geen horeca gelegenheid aanwezig. Maar ja, in die vorige dus wel. En daar ben ik ook regelmatig geweest. En toen had mijn pleegbroer deze op, ja. En ik wist dat ik hem nog had. En die heb ik gevonden nou weer. En die ga ik opzetten. Ja. Dat is beter dan die sjaal over mij heen.
Want dan, dat zit voor geen meter. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes even uitlaten. Ze zijn al een aantal keren wel in de tuin geweest. Mijn bril daar zit op wat ik niet wil. Zo, nou wel, eerst weg. Zat aan de binnenkant. Dus ja, ik weet het allemaal even niet. Dus ja, ik heb ook geen oorbellen verder in. Gaat vanzelf maar weer over voor ik een oud kereltje ben en anders mij niet. Nee, ik zit er niet mee. Ik kom gewoon door het weer mede. En drukte, 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 nog eens drukte. Hè. Ik bedoel, achter elkaar drukte. Maandag had ik Willy. Nou ja. Gisteravond heb ik ook nog weer onverwachts. Ik kwam er ook nog weer visite. Hek niet gefilmd. Ik had het fut niet meer, weet je. Nou, dat. Maar dat was onze Mario. Normaal film ik wel als die er is. Maar ik denk, ik heb het fut niet. Nou, het is voor haar ook een keer lekker rustig, even niet filmen. Ja. En dus Mario die kwam ook nog. Dus ik had gisteren eerst mijn begeleider Erwin. Gistermiddag had ik Karen met Roderick. En dan gisteravond Mario. Ja. Dus. Ja, en vandaag had. Hoe heet het? Ik zat op de wc. Vanmiddag. Toen belde Mary op. Nou, heb ik geprobeerd terug te bellen, toen was ze weg. En nou heeft ze er net nog weer teruggebeld. En dan moet ze een andere vriendin van ons weer ophalen, weet ik veel. Weet het maar niet. Nee. Maar mijn meisjes die liggen lekker op de bank. Allebei. En ze zijn allebei hartstikke lief. Ja, en dat we gaan zo even lopen, maar ik neem niet de grote ronde, nee. Het is naar de ene brug en dan weer terug. Want ik, met die harde wind kom ik niet langs die gebouwen daar, langs die huizen. Nee, dat gaat het niet worden. Even met dat het min 5 voelt, hè. Kijk, hey, gewoon hogere temperaturen, boven de 10, daar kan ik het wel aan. Maar het snijdt je in je gezicht en je krijgt er hoofdpijn van en alles gaat zeer doen. Oh nee. Nee, ik wil niet hebben dat mijn lichaam gaat verkrampen door de kou. Ja, de wakkere schapen. Ja. Nou, ik zal zo kijken. Maar in ieder geval, dat dus. En ik heb gewoon nu 2 leggings aan en een lange broek, want die lange broek die is wat dun, maar ik moest er wat schoons aan mijn onderkant, ja. Dus ik heb 3 schone broeken aan. Ja, dat is dus 2 leggings en de broek. Ja, want ik had ook niet dikke leggings meer, dat moet allemaal in de was, ja. Ik kan er niks aan doen, nee, echt niet. En ik ga straks ook zo vast de curveboxen naar beneden halen, maar ik begin vandaag nog niet. Want ik heb gisteren geen vlog in elkaar gezet, dus ik moet het nou doen en ik moet ook nog een vlog doen van vandaag. Ik hoop dat ik dat red. Ja. En dan gaan we morgen een start maken om de kerstversiering weer op te ruimen. Ja. Hé, Rijka, wat jou en meid? Jij, ja, weer ruimte. Hé, jij kind. En misschien dat ik dat hoedje kan vinden van mijn carousel. Met die engeltjes die kunnen ronddraaien, dat hoedje wat er bovenop hoort. Of er eigenlijk tussen die pen en dan die wat ronddraait. Ik ben het kwijt en ik hoop dat het onder de kist mag leggen. Dus dat wordt heel goed uitkijken. Ja, echt. Nou ja, we zullen het beleven. En ook morgen komt Willy. Oh, kom ik er ook niet aan toe. Ik wil dat in mijn eigen tempo kunnen doen. Dus begin ik vrijdag. Ja, goed plan. Begin ik vrijdag. Kan ik mijn eigen gang gaan. En niet van, ja, moet ik hier nog zuigen? Dan weet je, oh nee, alsjeblieft. Dus dat komt wel. Begin ik er vrijdag mee. Ja, ik 2 dagen eventjes om bij te tanken.
Ja, dat doen we. Nou, oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is buiten, ja, achter de ramen is prachtig mooi weer, want de lucht is blauw, de zon die schijnt op, nou ja, die gaat nou weer onder zo wat, maar hij schijnt nog wel, en dat is top. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. Er zit een nieuwe stukjes in, die zit groen. Ah joh, die gaan ook dood. Gaan die ook dood? Ja, wel ja. Hoe is het verder? Gewoon. Gewoon? Ja hoor. Ja? Ja hoor. Is het koud buiten? Nee hoor. Nee? Oh. Ik ga mijn bikini aan. Oh, ga jij je bikini aan doen? Ja. Nou ja, je gaat je gang met schat. Wel ja, laten zien hè? Wel laten zien hè? Nee. Nee? Oh, mag dat niet. Nee. Oh. Gelijk schrikken. Oh, wat voor dag is het vandaag? Donderdag, hè? Ik denk het wel. Af en toe weet ik het niet meer, hoor. Nee, ik ook niet. Nou ja, het is in ieder geval donderdag de 11e van de 1e 2024. En we leven om 13:59 uur. Ook dat nog. En de meiden die leggen daar lekker te wachten op het vrouwtje. Ja, ja, komt helemaal goed, hè, dames? Al buiten geweest, ja. Rijk al 3 keer, Elwing 1 keer. Want die kreeg ik niet naar beneden, die bleef slapen. En de laatste keer dat we naar beneden gingen, bleef die onder het dekbed liggen, wou ze er ook niet uit. Nee, ze denkt ook, bekijk het maar, vrouwtje. Lekker warm hier, hè? Ja. Dus, maar oké, okay, ja, we gaan, dan moet ik hem weer even omdraaien. Zo, ja, en ik had gisteren maar 1 keer gefilmd, ja, echt, 1 keer gefilmd. Hij staat niet helemaal goed op zijn poot, ook dat nog. Zo, nou wel. Ja, gisteren maar 1 keer gefilmd, omdat ik gewoon helemaal niet in orde was, niet lekker in mijn velletje, ja, helemaal raar. Het gaat nou dus lekker beter, ja, af en toe heb ik nog wat last van mijn maag, maar ja, dat zal erbij moeten horen bij mij, leven. Dus weer iets om aan te wennen, last van je maag. Maar ja, dat gaat... Af en toe over met van die droge koekjes en die druppeltjes. Er is een maagklepje wat ik heb gelezen, wat niet meer goed functioneert, omdat je ouder wordt. Ja, dan gaat er iets eventjes niet minder werken, hè. Ja. Maar ja, we zijn er nog. Ja hoor. Gewoon in etappes eten. Dus dat gaan we ook doen en daar ben ik ook al mee bezig. Ja. Zo. Die moest een lading kwijt. Zo dan. Maar oké, okay, zit er eentje te plassen op de wc. Maar in ieder geval, het is weer grijs en grauw. Want daar een paal branden. Door de hele wijk. Dus dat wordt gecontroleerd of we ze doen of niet doen. Maar het is grijs en grauw. Maar de temperaturen zijn ook weer hoger. Daar zegt hij 6. We gaan hier even kijken. En dan staat hij nu ook nog op 6. Even laten laden. Nou, kom dan. Moet dat zo lang duren, de laden? Jeetje, mina. Echt bizar. Ja, wat heb ik met koekjes te maken allemaal?
Nou ja, nou heeft hij wel gevoelstemperaturen erbij. Het is 6 graden, voelt als 2 graden. Nou hoor, was echt niet zo. Echt bizar. Koek, koek. Daar staat gewoon 6 graden hoor. Ik weet niet. Nou, het zal me een worst wezen. Ja, we gaan er gewoon door. Ik doe niet mijn hele dikke sjaal om. Ik doe mijn andere twee om. Mijn driehoekie, dat dit gewoon bedekt is. En dan mijn kooltjaal. Ja, dat gaan we gewoon doen. En dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, de kou valt inderdaad reuze mee. Want ik liep gewoon als het ware te zweten. Ik had het warm. Ik had het niet eens die koud. Nee, lekker. Dus we zijn al uit geweest. En nou de hele ronde gedaan. Dus helemaal top. En Willy is net weer naar huis. Net 10 minuten ongeveer. En ze had wel nog wat koffie gewild. Maar ze moest gauw naar huis. Want de fiets wordt gemaakt. Nieuwe remblokjes erop, geloof ik. En ik zal jullie weer pakken en dan gaat de telefoon, was Karin. Ook moet ik nog Mary weer terugbellen, want die had gebeld dat ik met de meisjes aan het lopen was. Ja, en Willy neemt niet op, dus ja, moet ik nog even terugbellen. Dat gaan we zo meteen even doen ook. Maar ik denk, ik pak jullie er weer even bij, want als ik Mary heb gebeld, gaan we weer proberen een vlog in elkaar te zetten. Zonder dat ik gestoord word door wie dan ook. Laten we het hopen. Ja, ik heb mijn koffie, ik heb een broodje, want ik had zin in wat. Dus ja, dan moet je toch wel weer even wat gaan eten. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden... Oh ja, wacht even. Ik weet niet of jullie het zien, daar achter me. Over de bank heen. Jullie zien een stukje van een curvebox met een groene deksel. Er zijn dus boxen naar beneden gehaald. Dan kan ik beginnen met die kerstboom. Ja. Vandaag wordt het hem niet, want ik moet een vlog in elkaar. En ik hoop dat ik er 2 in elkaar kan zetten. Voor nu en vanavond weer 1. Dus ja. We zullen het proberen. En want ja, dat moet toch gedaan worden. Hè? Ik loop weer een beetje op achter. Het moet juist omhoog. Maar ja, je wordt iedere keer gestoord. Onverwachts komt er iemand binnen wippen of wat dan ook. Ja, aan de ene kant leuk, maar je wilt ook doorgaan, weet je. Maar ja, in ieder geval, we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Nieuwjaar, huppel de plup, we gaan er gewoon tegenaan. Ja toch? Ja. Ik heb nog steeds geen oorbel in, vergeten. Ik denk, nou, laat ook maar. Is ook 1, 2, 3, even niet nodig. Want als ik een sjaal om doe, dan blijf ik iedere keer met mijn oorbellen eraan hangen en eraan haken. En dat kan ook nog lekker zeer doen. Dus ik denk, laat maar even. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Het is hier nog. Sorry, nog steeds grijs en grauw. Geen zon gezien. Het is niet koud, het regent niet. Dus ja, ideaal. Ja, toch? En vooral om te lopen ook, het is lekker. Ja, het is niet extreem. Maar in ieder geval, dat kan nog wel komen. Daarom wordt er gezegd 6 graden. Op de computer ook. Gaan we hier kijken. Wat zie je weer zeggen? Het staat ook nu nog een 6, maar er kan verandering in komen. Nou ja, hij geeft aan 6 graden, maar het voelt als 2. Nou, dat klopt niet hoor. Nee. Het is geen dat het niet aanvoelt als 2. Dat klopt echt niet. Nee, het is gewoon wel lekker nu. Ja, heerlijk. Maar oké, ik mis enkel het zonnetje. Maar ja, dat doet er niet toe. Komt helemaal goed. Hou gewoon vol goede moed. Doe ik ook aan deze kant. En ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei doei. Ja, de meisjes die leggen heerlijk op de bank, hè. Ja, die leggen lekker te genieten, hè. Ja. Of niet dan, Elwing. Ja, jullie horen er denk ik nog één. Dat is meneertje Kandalf. Meneertje Kandalf. Vrouwtjes kereltje. Of niet dan? Ja, hè. En je wilt zo meteen eten, hè? Na het voer, hè?
Ja, hè? Ja? Ja? Ja, want vrouwtje gaat ook eten zo meteen. En ik heb net het programma geopend en die nieuwe update moeten jullie hier niks van aantrekken. Nee, die sluiten we lekker al jaren af. Want het programma op zich voldoet goed. Ja, komt helemaal goed. Nou, en dan moet de rest er nog in. Ik heb net het voorstukje klaar. Ja, en ik zou er twee gaan maken, maar dat wordt het er weer niet, want ik heb heel druk gehad vanmiddag. Dan had ik die weer, die belangrijk was, en dan die weer, en dan die weer. Hé, ja nou, vrouwtje druk in de weer, hè. Ja, dan was die weer aan het vrouwtje aan het trekken, en dan die weer, hè. Ja, oké. Oeh, die kwispelende steurt. Oh, die kwispelende steurt. Tikke, 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 hè. Zo, hè, boemo, boemo, boemo. Ja, trommelaartje, hè. Oh, ja. Oh, ja. En ben jij ook lief, Elwin, ja. Even knuffelen met z'n tweetjes. Ja. Even knuffelen. Ja, even knuffelen, hè. Ja, maar dat kennen we wel, knuffelen. Wat hoor je, wat zie je, wat moet je, wat wil je? Hé? Wat hoor je, wat moet je, wat wil je, wat zie je? Ja. Hé? Grote meid. Maar oké, ja, lieve vrienden, die meneer die wil eten. En ik wil mijn eigen prakje ook even opwarmen. Kijk of ik daar genoeg aan heb, zo niet neem ik er een broodje erbij. Ja, want ik heb in de koekenpan wat lekkers. Dus ja, dat komt helemaal goed. Hé? Ja. Of niet dan? Gandalf. 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 Hallo. Ben je doof? Hé, hé. Ja? Maar in ieder geval, hè meisjes? Ja. Ja, nou ik zei dus al, er staan daar al bakken, dan kan ik daar ook aan beginnen, langzamerhand. Ja, maak er geen haastwerk van, als het maar gedaan wordt. Of niet dan, Elwin? Zeg maar woef. Doet ze niet. Nee, doet ze niet, hè? Nee. Nou, ze zeggen een hele fijne, liefdevolle avond gewenst voor jullie allemaal. Degene die laat zijn met eten, smakelijk eten, bon appetit en tot later. Ja, daar leggen de dames lekker, hè? Ga zo naar bedje toe. Of niet dan? Dametjes, van het goede leven. Hè? Ja. Ja, lieve vrienden, we gaan weer naar bedje toe, want het is alweer veel te laat. Het is bijna 2:30, op een minuut na. Maar ik zat nog eventjes op YouTube, eventjes rond te kijken. En dat moet ook af en toe eens even kunnen. Ja, de rest had ik allemaal af. En ik ben er niet aan toegekomen om twee vlogs te maken. Het is er weer één geworden. Maar ik doe mijn best en meer dan dat kan ik niet doen. Nee. Maar in ieder geval, we gaan nou lekker slapen. Ja, ik ben echt af. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit jullie bed zien te komen. Degene die werken moeten, werk ze. Degene die naar school toe gaan, leer ze, studeer ze, of wat dan ook. En degene die thuis blijven, nou ja, geniet daarvan. En degene die ziek zijn, van harte beterschap allemaal gewenst. En hopen op betere tijden. En voor nu zeg ik nogmaals, welterusten. En degene die ziek zijn, probeer gezonder op te staan. Degene die al gezond zijn, blijf gezond. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!